Ik kwam ook net binnen. Het zei die eerst even koffie hoor. Dan, Wat is uw lievelingskleur? Donkerblauw. Ja? En niet omdat u bij de marine zit? Ja, natuurlijk wel. Heb je wel eens gesnowboard? Nou, dat is echt een heel slecht verhaal. En u zei net die andere meneer die werkt veel meer... De andere meneer, admiraal Bouwer. Oh, sorry, admiraal. Hallo lieve mensen, wat jullie misschien al hebben gezien in de upload, als je nu kijkt naar de vlog, is dat die echt heel lang duurt. En het is ook dus niet een normale vlog, het is een vlog waarin ik een interview heb met de admiraal. Tuurlijk zijn er utjes en aatjes en ik weet niet wat ik moet zeggen, vanuit mijn kant vooral, want de admiraal die kon wel goed praten of goed vertellen. Die onzin is er allemaal uitgeknipt, maar verder heb ik elke vraag erin laten zitten. Dus wat je ziet is super puur. Als je van de marine bent, ga je dit helemaal vet vinden denk ik, want de vragen die ik stel aan de admiraal, niet iedereen krijgt die kans. En ik heb ook echt wel heel veel vragen van Instagram die jullie naar me stuurden allemaal mee geprobeerd te nemen. Dus jullie kunnen nu echt denk ik wel een beter beeld krijgen van hem. Omdat ik flink heb doorgevraagd. Voor de mensen die niet van de marine zijn, die dit waarschijnlijk wel ontzettend interessant gaan vinden. Er gebeurt dus niet heel veel dan alleen maar mijn gesprek met de admiraal in de auto. Dus er is geen actie of gekkigheid of zo. Ik vond het best wel gekkigheid om naast de admiraal te zitten. Dat is wel deze vlog. Het is een hele lange vlog, maar dat is het enige wat er... Ik weet niet wat ik eigenlijk ondertussen aan het doen ben. Er komen allemaal gekke dingen aan. Interview, admiraal, mega interessant. Veel plezier om te kijken. Oké, we zijn nu eigenlijk al iets van 20 minuten onderweg. Ik zit hier dus naast... Morgen. Ik heb dit gecheckt van hoe... Wilt u dat ik u admiraal Kramer noem? Of meneer Kramer, of ik weet niet wat gebruikelijk is. Nou, weet je wat? Doe maar gewoon admiraal. Dat is misschien het makkelijkste. Admiraal? Okay? Ja. Oké, okay. Want er is er maar één. Ja, want meneer, dat... Nou, we zijn wel militair. Ja, oké. Okay. Ik heb zelf heel veel vragen aan u en die komen ook vanzelf. Ik heb al wat vragen ook op papier gezet om een soort van structuur in mijn interview... Structuur? Ja. Lachen. Hoe oud was u bijvoorbeeld dat u wist van, hey, misschien is de marine wel wat? Hebben uw ouders een achtergrond daarin? Nee, mijn ouders niet. Mijn vader die zat bij de landmacht. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die zat bij de landmacht, ja. En ik wist één ding zeker, ik wilde wel gaan varen. En toen heb ik eerst bij de koopvaardij, zeg maar, eens gekeken op de zeevaartscholen, maar daar vond ik niks. En toen zei mijn vader, nou, misschien moet je maar eens bij de marine gaan kijken. Maar zat u op zeilkamp of... Nee, ik zeilde wel heel veel. Ik was altijd op het water. Zeilen, surfen, dat soort dingen. En vanaf uw 8e al in een rubberbootje of niet? Ja, echt. En zwemmen? Vond u net zo leuk? Ja. Ik heb ook 4 diploma's. Ja? Ik kon best wel goed zwemmen. Echt? Ja. En duiken? Heb ik ook gedaan. Ja, bij de marine heb ik gedoken. Ja, dus ik ben wel altijd echt met het water bezig geweest. Kijk, bijvoorbeeld ik vind dat ik best wel opgesloten zit op een schip. En ook dat ik dit heb, dat vind ik vermoeiend. Heeft u ook een nadeel voor varen? Voor uzelf? Nee? Nee, weet je, aanvaren is gewoon onwijs tof. Dat is echt gaaf. Dus ik had er geen nadelen. Ja, de enige misschien toen de kinderen geboren waren. Toen was ik 5 dagen thuis voor de bevalling. En gelijk daarna 3,5 maand weg. Hè. Dus de eerste 3,5 maand van de jongens heb ik niet meegemaakt. Dat is jammer. Maar dat vond ik geen nadeel. En ik kan goed tegen varen. Ik ben nooit zeeziek. Dus ik heb daar geen last van. Wanneer heeft u vrouw ontmoet? Toen was ik net van het kind, denk ik, af. Ja, en die woonde, Colette, die is verpleegkundige in Leiden. En we ontmoeten elkaar op het Azo, op het grote feest. Ze was mee met de buurjongen, met een goede vriend van mij. Dat was haar buurjongen. En toen heb ik haar afgepikt. Dus zij was toevallig in die marinewereld? Ja, heel toevallig. Zij was niet als verpleegkundige binnen? Nee. Ze was mee met zeg maar een van mijn goede vrienden. En toen heb ik afgepikt. En hoe oud waren jullie toen? 22, 23 of zoiets. Ik had net aan hem gevraagd, zeg maar, toen de camera nog niet aan was, van misschien is admiraal zijn wel wat voor mij, dat weet u nog na 3 jaar. Ja. Hoe was dat moment voor u? Hoe ging dat? Nou, dat was natuurlijk best wel bijzonder, want daar ben ik nooit mee bezig geweest. Nee. Ik wilde nooit admiraal worden. Ik wilde gewoon leuke dingen doen, leuk werk doen. En dat heb ik ook altijd gedaan. En toen kwam op een gegeven moment kwam dat op mijn pad en toen werd dat gevraagd. We hebben wel even over nagedacht, ook natuurlijk met Colette, met thuis. En toen hebben we gezegd, nou ja, prima, dan moeten we dat misschien maar eens doen. Maar kreeg u een mailtje of zat u een gesprek? Nee, ik kreeg geen mailtje. Hoe ging dat? Nee, ik werd bij toen CZSK geroepen. En die zei van, nou ja, je bent een van de kandidaten, wil je dat? En toen hebben we daar goed over nagedacht. En uiteindelijk gezegd, nou ja, goed, weet je, als het dan zo gaat zijn, dan is dat oké. Okay. Ik was NLMAR voor, ik was de eskadercommandant. Oké, dus ik was al vlagofficier, zoals het dan bij de marine heet. Ja. Dus dat was zo, ik had 1 ster, nu 3, toen 1. En toen moest ik bij hem komen en toen zei hij van, nou, je bent een van de kandidaten, is dat een idee? Wil je dat? Nou, daar hebben we toen over nagedacht en gezegd, oké,
Dat deden we dan wel. En daarvoor hadden we niet zoiets van, oh, dat lijkt me ook wel vet wat hij doet. Nee. Wat grappig. Nee. Nee, dat heb ik nooit. Ik heb dat nooit vet, gaaf, cool gevonden. Nee. Ik had zoiets van, ja, nou, iemand moet dat doen. Ja. Maar ik had nooit gedacht dat ik dat zou gaan doen. Nee, dus we worden nu hier rondgereden door een chauffeur. En dan had ik dat u 5 jaar geleden verteld, dan had u... Had ik gezegd, ben je gek geworden of zo. Ja? Ja. Waar moest u het meeste aan wennen toen u admiraal werd? Ja, het was hele, ik ben altijd heel veel gevaar, hè? Altijd heel erg operationeel geweest. En ik moest het meeste wennen, denk ik wel, gewoon aan de besturen van de marine. Hè? Met alles wat daarbij komt kijken. Maar vooral ook uiteindelijk, zeg maar, alles wat er in Den Haag gebeurt. Dat is wel echt een heel andere wereld. Bedoelt u dan dat de uitdaging is van meer vanuit uw hoofd? Nee, maar niet in je hoofd, want kijk, als je vaart moet je ook nadenken. En als je wil vechten moet je ook nadenken. Ja. Maar het is gewoon een ander soort wereld waar je in komt. Hè, de operationele wereld, die kende ik heel erg goed. Van schepen en van de vloot, het Korps en Mariniers. Daar kende ik allemaal nog. En nu moest ik ineens ook, zeg maar, dicht tegen de politiek gaan liggen. En echt heel andere dingen doen. Want als u dan ergens naartoe ging, dan was het een wereld waar u nog niet zo heel veel van wist. Dan moet je je goed voorbereiden. Ik heb waanzinnig goede mensen om me heen allemaal. Ja. Die me daar natuurlijk ook bij helpen. Je doet dat niet alleen. Dus ik werd heel goed voorbereid. Aan boord van een schip, of bij het korps, zijn we gewend operationeel heel snel besluiten te nemen. Ja. We denken even met het team na. Ja. Nemen een besluit en dat gaan we doen. Dat, in het besturen van een groot bedrijf, zoals de marine of defensie, wat de politiek ook raakt natuurlijk, gaat dat allemaal veel langzamer. Daar moet ik vooral aan wennen. Ja. En soms vind ik dat ook heel erg frustrerend. En bent u dan een beetje ongeduldig ook? Nou, ik was in het begin, toen ik bij deze baan begon, zeg maar, als de baas van de marine, was ik een stuk ongeduldiger dan nu. Ik heb nu geleerd, zeg maar, van oké, je moet ook af en toe even tijd nemen om goed na te denken over dingen. Ja. En was u gestrester toen u admiraal werd? Nee. Nee. Bent u iemand die snel strest? Nee. Nee? Nee. U ligt ook niet snel wakker van dingen? Nooit. Nee? Nee, echt? Niet. Oh, wat heerlijk, zo'n eigenschap. Dat komt ook omdat ik gewoon een heleboel mensen om me heen heb die me heel goed helpen. Ja. Dus ik weet gewoon, als we beslissing moeten nemen, hebben we er goed over gesproken, goed over nagedacht, nou, dan gaan we dat doen. En laatst stond in de krant dat ik woest was en dat ik een heel kort lontje had. Toen dacht u dat zo ben ik niet. Dat is niet waar. Want er wordt over u geschreven. Nou, nu staat natuurlijk de camera ook aan, omdat u niet de minste bent. Nou, dat zeg jij dat ik niet de minste ben, maar ik ben gewoon Rob Kramer, hoor. U bent gewoon dat verandert niet. Vindt u dat lastig, dat u in de publiciteit staat? Of? Nee, dat vind ik niet lastig. Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Want u krijgt ook meer kritiek over u heen, denk ik. Soms, ja. Ja. Ik denk dat niemand dat leuk vindt. Ja, ik zeg wat ik denk. En ik ben, denk ik, ook niet zo heel veel veranderd in al die jaren. Dus ja, dit is wat het is. En take it or leave it, dat is ook wel een beetje de manier waarop ik erin sta. Heeft u dan een beetje een dikke huid gekregen? Of heeft u altijd... Nee, ik heb geen dikkere huid gekregen. Nee, ik heb altijd wel... Ook daar ben ik wel, denk ik, altijd wel vrij relaxed in geweest. Uw vrouw, vindt die het lastig dat u admiraal bent? En dat u misschien veel van huis weg bent? Ik weet niet of dat zo is. Dat vindt ze niet zo lastig. Want nogmaals, we hebben aan de voorkant even goed over nagedacht met z'n tweeën. Het is ook een fase in je leven. Hè? Ik ben natuurlijk altijd al heel veel weg geweest. Dus Colette is altijd al gewend om heel veel dingen gewoon zelf alleen te doen. Ja. Dus dat verandert nu niet. En ik ben nu bijna elke avond ben ik in ieder geval thuis. Dat scheelt al heel veel. Soms wat later. Maar ik ben wel in ieder geval thuis. Dus dat gaat goed. En die jongens, hè, mijn zonen Sven en Olaf, die zijn... zelfstandig. Die zitten allebei op het kinderland nu, nadat ze in Leiden hebben gestudeerd. Dus die zijn helemaal zelfstandig. Dus Colette heeft ook de tijd voor zichzelf. Die doet vrijwilligerswerk. Dus die amuseert zich ook wel. En ze gaat regelmatig natuurlijk ook mee. Wanneer gaat zij wel mee en wanneer gaat ze niet mee? Met als ze trips? Wil. Als ze wil, ja. Ja, als ze echt wil, dan gaat ze mee. En heel soms zeg ik, ja, nu moet je mee. Kijk, er zijn drie mogelijkheden. Of je moet even mee, dat hoort erbij. En dat hebben we ook voor de buitenwereld, zeg maar. Ja, precies. Het, ja, hoort er ook bij. Ja. Hè? Dus dan gaat ze gewoon gaat ze mee. Of ik zeg van, nou, misschien is het leuk als je meegaat. Moet je zelf weten. En dan gaat ze mee. En soms zeg ik van, nou, misschien is het leuk als je meegaat. En dan zegt ze, nou, toch niet. Heb ik echt helemaal geen zin in. Of ik heb zelf wat te doen. Ja. En dat is ook prima. Ja. En wat is iets waar... Een voorbeeld waar ze echt eigenlijk wel mee moet? Nou, we hebben regelmatig, met enige regelmaat, een diner, hè, met alle vlagofficieren, generaals van Defensie. Ja. Ja, dat is het wel oké als ze meegaat. En dat doet ze ook natuurlijk. Dat is trouwens ook hartstikke gezellig. Ja. Dus, ja. En ziet u de koning wel eens? Ja,
Ja? Op werkbezoeken. En ik zie hem morgen weer, hè, op de Dam, bij 4 mei. En dan schiet hij op zijn hand en dan... Nou, morgen niet. Morgen mag ik hem groeten. Ja. We zijn vorig jaar in het najaar naar Schotland geweest. Naar de Mariniers. Met de bergtraining. Dat was echt super. Ja. Oh, en dan trek je, een paar uur soms, of soms 2 dagen of zo, met de koning op. Ja, en super gaaf. Uw vrouw heeft ook koningin Maxima gezien? Gezien? Of ontmoet? Ja, gezien ze wel. Ze heeft u wel eens een hand gegeven. Ja. Ja. Ja, maar de vraag is of je dat ontmoet. Ja, ja, nee, u heeft natuurlijk meer contact gehad met de koning. Voelt u zichzelf BN'er? Nee. Nee? En als u in de supermarkt loopt, in de Albert Heijn of zo, wordt er dan wel eens naar u gekeken van, oh, dat is volgens mij de admiraal? Ja, in Den Helder wel. Ja. Dan kijken ze van, jezus, wat ziet die vent er slordig uit. Echt? Ja, tuurlijk. Want dan heeft u niet dit aan. Dan gaat u in burger. Nee, dan loop ik gewoon natuurlijk in mijn spijkerbroek en als het even kan in mijn cowboylaars. Ja. Ja, serieus. Ik merk wel dat u dingen van u af kan laten glijden. En ik denk ook dat handig is voor zo'n functie. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Het lijkt mij heel pittig wat u doet. Dat, ja? Ja. Nou, is het niet hoor. Het is vooral ook heel erg leuk. Ja. Het is enorm leuk. Het is enorm motiverend om met alle marine mensen om daarmee op te trekken. Het is echt fantastisch. Je komt ook heel energiek over, vind ik. Ja, dankjewel. Want u houdt ook van mensen. Ja. U bent niet graag alleen. Nee. Nee, daar kan ik niet zo goed tegen. Ik kan niet zo goed tegen alleen zijn. Okay. Daarom was het altijd wel goed op die schepen, weet je. Had je altijd iemand om je heen. Wat had u willen doen als u niet bij de marine was gegaan? Ik denk dat ik mijnbouw was gaan studeren in Delft. En dat ik dan over de hele wereld was gaan reizen om gewoon geologie of mijnbouw, zoiets. Ja. Reizen vindt u leuk? Ja, heeft me altijd enorm aangetrokken. Waar was u het beste in op de middelbare school? Was het wiskunde of gym? Gym. Ja? Ja. Sport belangrijk voor u? Ja, super belangrijk. Ja? Ja. Ik probeer dat ook elke dag te doen, het lukt niet. Echt? Ja, ik probeer echt bijna elke dag te sporten. En wat is sport voor u? Ik heb mijn hele leven lang hard gelopen. Echt heel intensief. Een paar keer marathon gedaan en zo. Je merkt als je wat ouder wordt, 56, shit. Ja. Als je ouder wordt, dat je minder snel herstelt. Dus ik ben er andere dingen bij gaan doen. Dus ik zit meer op de fiets. En ik doe tegenwoordig Noorder Crosskate. Dat is een soort langlaufen, maar dan op de weg. Hartstikke tof. En fietsen. Dus ik doe veel verschillende dingen. Ja. Oké. Okay. Heeft u dan tijd op de sport? Want hoe laat staat u gemiddeld 's ochtends op? En hoe laat komt u thuis? Ik sta veel te vroeg op. Zeker vanochtend 6:30. Dat is toch geen tijd, mens? Hij kwam ook net binnen. Toen zei hij, eerst even koffie hoor. Dan, Eerst even koffie en een beetje eten. Want anders ben ik geen mens. Ik sta normaal gesproken rond 7:00 op. Dus dat is echt wel laat, hè? Voor dingen. Dus 's ochtends sporten heb ik echt niet tekenen. Nou, vind ik helemaal niet. Dan bent u niet... Nee, je moet even wakker worden. Ja. Tijd om te sporten moet je maken. Maar na werk doet u dat? Of tijdens het werk. Ik zeg wel eens tegen HW. Mijn hartje. Zeg ik van HW. HW, oh, Hans Willem. Ik kom nu. Hij zegt net HW en ik dacht, nou dat is een... Hans Willem. Ja. Maar dan zeg ik HW even dus tijd maken in de agenda. Even een blokje sport inplannen. Of doe het 's avonds, hè, dat doet er ook wel veel. Als ik 's avonds thuis kom, dan ga ik dan nog even sporten. Want hoe vaak heeft u dit gedaan, die speech? Dit is niet de eerste keer, denk ik. Nee, dit is niet de eerste keer. Nee. Mag het uit uw hoofd kunnen of zo? Nee. Weet je, het liefste praat ik uit mijn hoofd. Of met een paar kaartjes. En dan vertel ik gewoon een verhaal. Ja, dat vind ik het prettigste. Ja. Maar er zijn wel gelegenheden zoals vandaag. Hè. Vandaag gaan we mariniers beëdigen. Nou, dat is toch een wat formelere setting. Hè, waarbij ziekte friemel en dat zal je straks allemaal wel zien. Hè. Ja. We moeten allemaal eerbewijzen in ontvangst nemen en dat soort dingen. En dan moet ik ook wel een wat formele speech houden. Ja, dan moeten bepaalde dingen moet er echt in zitten. Die moeten er echt in zitten. Ja. Dus dan lees ik de speech op. Maar dat heb ik eigenlijk in één keer aan. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Op de basisschool vindt u spreekbeurten geven ook altijd leuk? Op de basisschool spreekbeurten? Nou nee, dat vond ik niet heel erg leuk. Maar ik heb wel ik denk dat praten in het openbaar, dat moet je een beetje leren. Ja. En dat heb ik ook wel in de loop van de jaren heb ik dat wel geleerd. Haalde u vroeger katten kwaad uit? Onwijs veel. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, ook als kind nog wel. Hè. Toen ik bij de marine kwam, nou toen deed ik nog wel... En is dat er een beetje uitgeslagen? Een paar keer op parade gestaan. Maar op een gegeven moment is het minder... Ja, tuurlijk. Je wordt dan mag het niet ouder. Meer. Ja. Nee, maar wel, wat wel belangrijk is, dat heb ik wel gedurende zeg maar, mijn hele marine leven wel gedaan. Ik hou wel van wat we dan noemen practical joke. Dus af en toe moet je ook een beetje gein maken met elkaar, toch? In het begin heb je toch wel de neiging om heel erg binnen de lijntjes natuurlijk te doen. Als je bij mij in de buurt bent? Ja. Misschien als u Mark Rutte ziet of dat je niet, liever niet te gek doet of zo. Liever te braaf dan te gek. Nou ja, het hangt natuurlijk wel een beetje vanaf wie je ontmoet. Ja, dat is zo. Daar heb je gelijk in.
Hè, bedoel, maar ook daar op een gegeven moment moeten we natuurlijk wel ontspannen met elkaar kunnen omgaan. Ja, en daar werkt u wel graag naartoe. Ja, ik bedoel, het zijn allemaal mensen. Een grapje kan maken. Ja. Ja. Maar kan het wel eens zijn dat iemand u, nou binnen de burgerwereld kan dat misschien, maar dat iemand u Rob noemt, dat u daar dan van schrikt, dat u denkt, nou dat kan eigenlijk niet? Nee. Dat doet u niet zoveel? Nee. Nee, ik schrik, niet zo snel van. Nee. Vind ik ook helemaal niet zo erg. Van militairen verwacht ik dat ze, als we in functie zijn, dat we, hè, dat ze me gewoon aanspreken op een gegeven moment militair als militair tot militair. Hè, dat betekent dat je gewoon rangen gebruikt. Ik heb natuurlijk een heleboel vrienden die ook bij de marine zitten. Nou, die gaan echt niet, als we aan het motorrijden zijn, samen zeggen, nou, admiraal, zullen we nog een biertje doen? Dus zo werkt het natuurlijk niet. Bent u wel eens gepest? Nee. Het is wel een fijne jeugd gehad. Ja. Ja, nee, ik ben eigenlijk nooit gepest. Nee. Hoeveel pakken heeft u? Ik heb zeg maar dan, hè, wat we vandaag gaan trekken, lange jas voor ceremonies. Ik heb mijn normale, wat dan tegenwoordig heet tenue 3, hè, dus zeg maar gewoon mijn atelier. Mijn boortenue en ik heb groen tegenwoordig in geloof ik 3 soorten. Dus ik heb wel veel verschillende zooien. Want ik zag net dat die mannen uw spullen mee hadden genomen. Hangt dat niet bij u thuis allemaal? Nee, het merendeel ligt op mijn werk. Wordt ook gewassen? Dus uw vrouw hoeft niet al die overhemden en... Nou, heel veel wast Colette wel zelf. Ja. Maar mijn witte overhemden, deze, dat doet hofmeester Alex. Ja? U heeft nu dat goud hier. Hoeveel heeft u daarvan? Dit soort dingen, die heb ik een stuk of 3 of zo, geloof ik. Ja. En die moeten ook af en toe gewassen worden? Nee. Nee? Nee, die worden vanzelf, zeg maar, wat doorleefder. Ja. Ja. Okay. Wat is de volgende stap na 3 sterren? Of is dat het hoogste haalbare? Hij is dat zeker het hoogste haalbare en dat is al mooi genoeg. Er is in feite nog 1 stap hierna. En dat is wat Rob Bauer, onze commandant der strijdkrachten. Hè, die is de CDS, Rob Bauer is luitenant-admiraal. Ja. En die heeft hier 4 sterren. Dus dat zou nog kunnen. En dan zou je het moeten... Dat zou nog kunnen in de rangen. Maar dat wilt u niet, hè? Nee, dat wil ik zeker niet. Los van het feit dat het ook helemaal niet in vraag is. Nee. Maar ik zou het ook echt niet willen. Nee. Ik benijd hem niet altijd. Nee, is dat nog pittiger dan wat u doet? Ja, waarin? Zeker. De intensiteit, hoeveel uren die erin gaan zitten. Het werk wat hij moet doen, nog veel, veel dichter dan ik tegen de politiek aan. Dat vereist gewoon een heel andere manier van werken en een andere instelling. Nou, dat is niks voor mij. Waar bent u nu politiek gezien mee bezig? Zo'n stukje actualiteit bijhalen? Een stukje actualiteit. We zijn bezig met arbeidsvoorwaarden. Daar ben ik niet zelf van. Hè. Ik bedoel, ik bepaal niet op een gegeven moment hoe de arbeidsvoorwaarden eruit komen te zien. Maar ik probeer wel in Den Haag in ieder geval aan te geven, zeg maar, wat op dit moment bij mijn mensen leeft. Hè, waar ze behoefte aan hebben. En ik probeer ook wel, zeg maar, te streven naar, of tenminste helpen, gewoon om te komen tot zo snel mogelijk liefst een fatsoenlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Want dat vind ik wel, dat het echt tijd wordt op een gegeven moment dat, ja, dat letterlijk in dit geval de mensen bij Defensie, dat die daar wel recht op hebben. Want iemand vroeg ook van, wanneer krijgen we een nieuw CAO? Ik hoop zo snel mogelijk. Ja. He, want daar zit echt iedereen op te wachten, dat weet ik. Ja. Maar het is ingewikkeld, dus er liggen heel veel dingen op tafel. Dus er moet er even goed over nagedacht worden. Nou, dat zijn ze nu in Den Haag aan het doen. Maar ik hoop echt zo snel mogelijk. Ja. En u zei net, die andere meneer die werkt veel meer of het werk is intensiever. Hoeveel andere meneer, admiraal Bauer. Sorry, admiraal. Maar hoeveel uur werkt u? Jamie, dat is een goede vraag. Gaan wij, hoe lang werk ik? 40 uur per week? Of 60? Ja, het is wel meer. Ja, het is zeker meer dan 40 uur per week. Het zal af en toe wel eens een week te vinden zijn die met 40 uur ophoudt. Maar ik zou toch, gemiddeld gaat u daar natuurlijk ruim boven. Want, of 60 denk ik, als ik alles optel, dat je het voorbereiden. Ik zou net zeggen, want als ik stukken lees en zo, dan is het wel in die orde groot in elk geval. Ja, zoiets. Dus als de admiraal vrijdags met weekend gaat, dan krijgt hij altijd zo'n pak post toch mee. Ja. En die moet hij dan voor maandag gelezen hebben, want daar zitten de voorbereidingen in voor zijn beraden die hij in Den Haag heeft, hè, de vergaderingen en zo. Weekend is niet helemaal weekend. Ik kan heel makkelijk dingen loslaten, maar de verantwoordelijkheid die laat je natuurlijk nooit los. Nee. Dus ook in het weekend gebeuren er dingen. Hè. De mariniers in het veld, vloters op zee. We hebben mensen over de hele wereld zitten. Er gebeurt altijd wel wat, ook in het weekend. Dus dat gaat continu door. Je vindt het ook leuk? Ja. Ja. Ja, niet alles wat er gebeurt is leuk. Hè? Er gebeuren ook dingen die echt niet leuk zijn. Soms gebeuren er best wel dingen die heel erg vervelend zijn zelfs. Maar daar nogmaals, hè, met mijn staf en thuis kan ik daar dan goed over praten.
En dan komen we daar ook wel weer uit. Ik weet niet zo heel goed hoe uw week er precies uitziet. Maar bijvoorbeeld op maandag, wat vindt u dan het stomste? Zit u wel eens bijvoorbeeld in een vergadering dat u denkt, oh, dat vind ik een beetje saai? Of is er iets anders in de week wat u minder leuk vindt? Nee, ik ben per definitie niet zo'n lezer. Ik hoor net dat het wel moet gebeuren. Ja, het moet wel gebeuren, dus ja. Dat doe ik ook. Dus dat vind ik dan het meest saaie. Ja. Maar goed, dat doe ik vaak in de auto. En dan heb je toch even tijd om gewoon stukken te lezen. Maar dat vind ik het minst favoriete onderdeel van het werk. Ik ben liever in gesprek. Ja. He, zoals wij nu in gesprek zijn of in vergaderingen, dat vind ik allemaal prima. Maar het voorbereiden, en vooral mensen schrijven af en toe zulke dikke stukken, joh, daar word je helemaal niet goed van. Ja. Dan denk je, ik kan het even korter. Ja. Dan doe even to the point. Ja. Wat vindt u eng? Bent u bang voor spinnen of... Ik ben niet bang voor de huistuin- en keukenspinnen in Nederland. Maar ik ga binnenkort naar de jungle training. Ja? Dat zijn dingen als slangen en grote spinnen. Vind ik helemaal niks. Nee? Ik ga ook echt graag met het korfst op pad. Maar slangen en dat soort dingen vind ik helemaal niks. Dus een slang om uw nek voor €20, dat slaat u over? Ja. Wat is uw lievelingskleur? Donkerblauw. Ja? En niet omdat u bij de marine zit? Ja, natuurlijk wel. Nou. Oké, roze. Nee. Wat was vroeger uw lievelingskleur? Moeilijke vraag. Maar ik denk paars. En dat is niet omdat we nou gewoon paars met defensie paars zijn. Nee. Maar echt oprecht, ik vind paars een mooie kleur. Oké. Bent u wel eens zenuwachtig als u iemand gaat ontmoeten? Nee, eigenlijk niet meer. Nee. Vroeger misschien nog wel eens een beetje dat je tegen iemand opziet. Maar inmiddels niet meer. Nee. Kijkt u naar mijn vlogs? Ja. Ja? Heeft u ze allemaal gezien? Nee, ik heb er denk ik tot nu toe 2 of 3 gemist. Colette die kijkt ook altijd. Echt? En dan zegt ze, kom even kijken. En dan kijk even mee. Oh, wat grappig. En klopt het een beetje de marine die ik laat zien, zeg maar? Ja, klopt. En ik vind het heel erg leuk wat je doet. Omdat je heel onbevangen, zeg maar, gewoon allemaal vragen stelt. Dus dat is echt heel erg tof. Oh, wat leuk. Ik heb u daar nog nooit over gesproken. Ik was dus een keer bij u en toen vond... Dan kan ik wel even met u spreken, maar dan was ik ook wel een beetje zenuwachtig. Dus dan ga ik ook wel weer weg of zo. Van ja, maar hoe lang kan je met u praten? Maar dat, vanaf nu zal dat wel anders zijn. Ja, wat vond u ervan toen ze dus vroeg aan u van als de vlogger een dagje met u meegaat? Ja, vond ik hartstikke leuk. Vond u leuk? Ja. Ja, is toch leuk? Het is ook leuk om eens een keer te laten zien op een gegeven moment hoe mijn dag er nou uitziet. Ja, dus... daar kan niet iedereen bij komen altijd. Nee. Waar gaat u het liefste naartoe op vakantie? Het liefste ga ik skiën in Frankrijk. Echt? Dat vind ik echt het allerleukste. Heeft u wel eens gesnowboard? Nou, dat is echt een heel slecht verhaal. Als mijn zoon zit ooit, zie zij snowboarden allebei. Ja. Tenminste, eentje die is nu weer gaan skiën, maar die snowboarden in die tijd allebei. Hij geeft het bord met Ja, hoe moeilijk kan het nou zijn? Hoe moeilijk kan het zijn, want ik kan best redelijk goed skiën, zeg ik van mezelf. Ja. Dus hij geeft mij het bord maar even, dan ga ik even laten zien hoe het echt moet. Nou, dat was echt een drama. Afgang. Dat was echt een drama. Echt, ik lag alleen maar op de grond. Het ging helemaal nergens aan. Nee, ik weet het wel. Waar mogen we u voor wakker maken? Nou, liever niet eigenlijk. Nee, als ik licht snurken, Je houdt van slapen? Ja, nou, ik kan goed slapen. Ja. Ja. Ja, en ik hou er eigenlijk ook van. Ik vind het wel lekker. Ja. Al die nachten op zee, weet je wel, dat je de wacht moest lopen en zo. Dat waren allemaal hele korte nachten toch vaak. En tegenwoordig heb ik zoiets, nou, ik vind het wel lekker als ik gewoon eens een keer een uur of 6 tot 8 achter elkaar kan snurken. Dat vind ik wel lekker. Lekker eten of zo? Ja, dat kan, ik hou wel van lekker eten, ja. Ja. Biertje, wijntje erbij. Ja. Vind ik wel oké. Okay. Ja. Wanneer bent u voor het laatst dronken geweest? Dronken, echt dronken. Dat is wel een tijd geleden. Maar dat ik dacht van nou, ik wil een bakkie op. En de volgende dag er wel last van had. Ja. Afgelopen vrijdag. Echt? Nog niet heel lang terug. Ja, want de kinderreunie. Ja. 150 jaar kin. En daarna hadden we met mijn jaar lichting 82. En dat zijn over het algemeen echt hele goede vrienden van me. Hadden we nog even ergens een afterparty. En dat was laat. Ja. Daar had ik echt spijt van de volgende dag. Hoe laat lag u toen in bed? Nou, dat viel nog wel mee. 2:15. Oké. Okay. Yes. Waar kunt u slecht tegen? Mensen die niet oprecht zijn. Daar kan ik echt slecht tegen. En voelt u dat? Ja, als mensen echt, weet je, echt zitten te liegen of niet oprecht zijn of niet het achterste van hun tong laten zien, daar heb ik echt moeite mee. Koppelt u dat dan terug of ontloopt u die mensen? Nee, die ontloop ik. Ja. Weet je, ik ontloop dat. Ik weet dat een van mijn slechte eigenschappen is. Ja. Dat ik eigenlijk zeg maar dan daar dat onmiddellijk op zou moeten inhakken. Maar dat zit niet. Ik ben wel conflictmijdend. Ja. Ik leef graag in harmonie met mijn omgeving en met mensen. En tegelijkertijd weet je wel, is het soms ook wel eens nodig. En heel soms, maar dat is echt heel soms, 3 of 4 mannen heb gekend waar ik echt gewoon vreselijk boos ben geworden. Maar dan kan ik ook echt ineens heel boos zijn. Ja. Dat is niet hetzelfde als woedend of kort lontje, dat is onzin. Want ik zit nu 38 jaar ongeveer bij de marine.
Nou, dan is 3 keer valt nog wel mee, geloof ik. Ja. Maar dan zijn mensen die zijn echt, weet je, over een bepaalde grens heen gegaan. En dan kan ik wel heel boos worden. Ja, ja, omdat maar het raakt in uw gevoel voor rechtvaardig. Dat is precies. Ja, ja, dat raakt me dan echt in mijn red. Dan is er iets gebeurd wat zo onrechtvaardig is. Ja. Wat zo gewoon niet oké is. En dan kan ik wel... Maar nogmaals, dat is wel heel, heel zelden. Ja, dit is niet mijn vraag hoor. Heeft u een geheim dat u met mij zou willen delen? De rest van Nederland. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat snap ik. Wie buiten de marine bewondert u het meest? Nou, ik bewonder eigenlijk het meest, en dat, dit meen ik wel echt heel erg oprecht. Ik bewonder het meest, zeg maar, mensen die vrijwillig, echt vrijwillig, zeg maar, de wereld ingaan om andere mensen te helpen. En dat meen ik echt oprecht. Ja. En daar heb je ook verschillende categorieën in. Ja. Je hebt natuurlijk mensen, weet je wel, die het doen omdat ze denken dat het moet, dat het erbij hoort. En daar heb ik wat meer moeite mee. Maar mensen die echt oprecht, weet je wel, gewoon voor het Rode Kruis vrijwilligerswerk doen en dat over de hele wereld doen. Of artsen zonder grenzen. Ja, of die met de bus staan. Ja, of precies. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Wat is uw lievelingsmuziek? Ik hou wel van een beetje symfonische rock. Dat vind ik mooi. Dingen, Pink Floyd. Daar kan je mij wel voor wakker maken. Ik ben vorig jaar naar een concert geweest. Ja? Dat is gaaf. Ja. Wie is er thuis strenger tegen uw kinderen? U of uw vrouw? Nou, ik denk een beetje hetzelfde. Het hangt een beetje af van het onderwerp. Maar streng. We zijn ook echt heel streng geweest. Nee? Nou, vroeger toen ze op de middelbare school zaten, dan kon ik nog wel eens zeg maar even als ik dan terugkwam van zo'n ouderavond, dan had ik gehoord, ja, het zit er wel in, maar ja, ze doen geen reet. Het komt er niet uit. Dan kon ik nog wel eens thuis komen en dan even 5 minuten, en dan ga je computer uit, weet je wel, maar dat was toch kansloos. Dus. In die tijd. Ja. Kijkt u veel op YouTube? Tegenwoordig wel iets meer, als ik eens een keer gewoon als Colette, mijn vrouw, naar een van de tv-programma's kijkt wat ik niet leuk vind. Dan plof ik neer naast op de bank en dan pak ik mijn laptop en dan kijk ik wel YouTube en dan kijk ik veel muziek. Vind ik mooi om oude concerten terug te halen. Ja. Nou, wat ik zei, Pink Floyd, Dire Straits, Kate Bush, heel, heel gevarieerd, maar dat vind ik wel gaaf. Ja. En waarom heeft u voor de marine en niet iets anders gekozen? Ja, daar hebben we het al over gehad, dat was varen, hè? Ik heb gekozen voor de marine omdat ik wilde gaan varen en in begin jaren 80, ik ben in 82 begonnen bij de marine. Toen was de koopvaardij, die was in Nederland was gewoon niet oké. Weet je, dat ging heel slecht. Ja. En mijn vader zat dus bij de landmacht. En die zei, nou ja, misschien dat je het bij de marine kan proberen. En zo ben ik er gewoon ingerold. Leuk, dank u wel. En dan mag u nu uw speech voorbereiden. En ik blijf u nog een beetje volgen vandaag. Hartstikke leuk. Super, ja? Hey, bedankt dat je mee bent. Ja, leuk. Ik vind het echt heel leuk. Mooi. Dank u wel. Zo, nou was het leuk of was het leuk? Ik vond het echt mega cool. Dit was dus 1 vlog met Admiraal. Maar... jullie mogen hem nog beter leren kennen, want ik ga een keertje op een dinsdag met hem meelopen. Want ik heb wel dat ook met hem besproken van dit is natuurlijk super vet wat u doet. Maar ik weet niet waar u koffie haalt. Ik weet niet hoe uw vergaderkamer eruit ziet. Bent u om 6:30 op kantoor, net als de vorige keer? Of heeft u ook wel eens dat u om 8:00 aankomt? Dus ik wil een beetje het gewone leven van hem iets meer meemaken. En mochten jullie dus vragen hebben, dan is er dus nog een kans om een vraag te stellen. Voeg mij toe op Instagram via Luisteruit. En dan zie je vanzelf voorbij komen dat het weer gaat gebeuren. Oké, dat was hem. Tot de volgende keer.